Overlast van jongeren wordt niet opgelost door het plaatsen of verwijderen van een job, hun jongerenontmoetingsplek. Dat zegt het Osse College van BNW, dat het jobbeleid van de afgelopen jaren heeft geëvalueerd. De overlast ontstaat door jongere groepen en dat is volgens het college niet gebonden aan een bepaalde plek, zoals een job. De huidige jobs kunnen blijven staan totdat anders wordt besloten, zo is het voorstel van BNW. Op wijk- en dorpsniveau moet gezorgd worden voor voldoende ruimte voor jeugd. Verder moeten bewoners en jongeren ondersteund en begeleid worden om jeugdoverlast te voorkomen. De bestaande jeugdoverlast moet door de gemeente, politie en vivaan gezamenlijk worden aangepakt, zo staat in de nieuwe beleidsplannen.